allemaal. Vandaag gaan we het hebben over bisbilhando. Bisbilhando komt zoals de meeste muzikale termen uit het Italiaans. En het is een klanknabootsing. We proberen dus eigenlijk in muziek een soort gefluister, gevezel na te doen. Bisbilhando, hoe doen we dat op ons instrument? We spelen een noot en we laten die noot een beetje fluctueren. Dus we spelen een soort triller zonder de toonhoogte te veranderen. Bijvoorbeeld, we nemen de la en we trillen met de ringvinger van de rechterhand. Je krijgt een soort triller, maar de toonhoogte blijft gelijk. Dus het enige wat verandert, is eigenlijk de klankkleur. Afhankelijk van hoe traag of hoe snel je deze triller speelt, wordt hij heel erg expressief. Probeer maar. Het wordt nog leuker als we niet alleen de ringvinger gebruiken, maar ook de middelvinger en de pink. Dit werkt ook met andere noten. We proberen het bijvoorbeeld bij de si. Of de do. Hoor je hoe de toon altijd een klein beetje verandert, maar toch eigenlijk dezelfde blijft? Leuk, hè? Verder heb ik deze week nog twee luistertips voor jullie. De eerste is een van de coolste hobo-concerto's die de laatste jaren geschreven zijn, vind ik persoonlijk. Het is van de Australische componist Nigel Westlake, die voornamelijk bekend is om zijn filmmuziek. Hij heeft al heel veel prijzen gewonnen met zijn filmmuziek. Maar hij heeft in 2017 ook een hobo-concerto geschreven voor een van de allerbeste hoboïsten van het moment. Dat is ook een Australische. En haar naam is Diana Doherty. Ik zet de link naar het concerto hieronder in de box. Het is voor mij de perfecte mix tussen heel mooie hobo-klanken en af en toe ook een beetje speciale technieken, zoals multiphonics, die in dit stuk heel goed passen. Het stuk heet Spirit of the Wild. En ik ben nog nooit in Australië geweest, maar ik vind dat je heel goed je kan indenken hoe Australië eruit ziet als je naar de muziek luistert. De tweede luistertip is een fragment van op Radio 1 van deze week, waarin dat mijn collega uit het Nationaal Orkest Bram Nolf komt vertellen over de hobo. Hij legt uit wat een hobo precies is, hoe het allemaal zit met dit vreemde rietje. En het gaat ook eventjes over hobo in de popmuziek. Dus daar ook zeker naar luisteren. Dag!